Hallo allemaal, welkom op ons kanaal. In deze video zal ik enkele veel voorkomende problemen noemen waarmee Tesla Model 3 voertuigen van 2017 tot 2022 te maken hebben. Nummer 1: De koelvloeistofpompen in sommige 2017-modellen zijn gevoelig voor lawaai bij lage kilometerstanden. Het vervangen van de defecte pompen door nieuwe bijgewerkte vervangingen lost het probleem op. Nummer 2. De laadpoort en de actuator van de laadpoort in sommige modellen van 2017 tot 2019 hebben last van ijsvorming in extreem koude klimaten. Dit probleem kan voorkomen dat de oplaadhendel uit de oplaadpoort wordt geplaatst of verwijderd. Tesla heeft een bijgewerkte laadpoortdrager en vergrendelingsactuator beschikbaar die ijsvorming voorkomt. Aftermarketbedrijven maken waterdichte hoezen. Zoals die op het scherm, die ijsvorming voorkomen wanneer het voertuig niet is aangesloten op een oplader. Nummer 3. De oliepomp van de achterste aandrijfeenheid in sommige modellen van 2017 is vatbaar voor interne lekken, waardoor olie in contact kan komen met de printplaat van de oliepomp, waardoor kortsluiting ontstaat. Dit probleem zorgt er meestal voor dat het voertuig in de slappe modus gaat. Het vervangen van de defecte oliepomp door een nieuwe bijgewerkte vervanging lost het probleem op. Nummer 4. De camera's op de B-stijl in sommige modellen van 2017 tot 2019 kunnen verstopt raken door condensvorming in de stijl. Dit probleem kan ertoe leiden dat sommige functies van de stuurautomaat tijdelijk niet beschikbaar zijn totdat de condensatie is verdwenen. Door de plastic plug van de op het scherm getoonde pilaarafdekking te verwijderen, kan de luchtstroom in de pilaar stromen, waardoor condensatie wordt verminderd. Nummer 5. De raammotors in sommige modellen van 2017 en 2018 kunnen voortijdig defect raken, waardoor de betreffende ruit niet omhoog of omlaag kan rollen. Het vervangen van de beschadigde raammotor of de complete raambediening lost het probleem op. Nummer 6. De in sommige 2020 en 2021 modellen zijn gevoelig voor storingen en voor tijdig falen. Wanneer deze druksensoren defect raken, zorgen ze ervoor dat de verwarming en het airconditioning systeem niet goed werken. Het vervangen van de defecte sensoren lost het probleem op. Nummer 7. De bedrading op de elektrische aansluitingen X950 en X952, die zich aan de achterkant van het voertuig achter de achterste kunststofspatborden bevinden, kunnen in sommige van deze voertuigen na verloop van tijd beschadigd raken. Dit probleem veroorzaakt meestal een herstartwaarschuwing op het aanraakscherm of een niet-startconditie. Het repareren van de beschadigde draden lost het probleem op. Nummer 8. Sommige modellen van 2017 en 2018 zijn gevoelig voor intermitterende communicatiefouten van een kentreceiver die zich in de achterste aandrijfeenheid bevindt. Dit probleem kan ertoe leiden dat het voertuig in de slappe modus gaat of een no-start-toestand ontwikkelt. De voertuigfabrikant raadt aan om de complete achteraandrijfeenheid te vervangen door een nieuwe om het probleem op te lossen. Dat zijn enkele van de veel voorkomende problemen waarmee Tesla Model 3 voertuigen van 2017 tot 2022 te maken krijgen. Een fijne dag verder.